Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we een FIFA video doen. Oké, wat gaan we met die FIFA video doen? We gaan mijn team eens bekijken en ik moet nu de game insteken. Dus ja, we gaan mijn team eens bekijken op FIFA 23 en we gaan sowieso mijn squad battle zeewaarts zondag claimen. Het is nu donderdag 6 april. We gaan zondag mijn squad battle zeewaarts claimen. Maar nu gaan we eerst de FIFA video maken. Oké, boys en girls. Wij zijn nu de FIFA aan het ingaan, zoals jullie horen. En ik ga mijn webcam een beetje hoger zetten. We zijn nu FIFA aan het ingaan. En ja, dat betekent dus dat wij FIFA gaan ingaan. En we gaan mijn team eens bestuderen. Ik moet daar nog één speler uithalen uit mijn team. Ik moet daar terug een icon neerzetten. Maar dit is dus het huidige team. Oei. Wieders zit zonder contracten en Emers zonder wel zit zonder contracten. Oké, hier moet ik nog eventjes terug Socrates neerzetten. Oké, dit is dus het team. Op goal. Footballers. Ederson. Santana. De Moraes of wel Ederson dus, ja. Op rechtsback. Emerson. Leiter de Sousa of Emerson Royal. Op het rechtscenterback Nemanja Vidic, Prime Icon. Op linkscenterback Rafael Varaan, Winter Wildcards. Op linksback Joao Pedro Cafacho Cancelo. Wel Joao Cancelo. Team hier honorable mentions. Op rechtsmidden Gianluca Sambrota, Base Icon. Op center mid, Gennaro Gattuso, Footbirthday Icon. Op links midden, John Barnes, Prime Icon. Op rechts centraal aanval middenveld, Socrates Vieira de Oliveira. Ofwel Socrates. Op links centraal aanval middenveld, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, ofwel Kaká. Dat is mid en Socrates de Prime. En dan World Cup icon Hernan Crespo. In de spits op de bank zit. Op de dezelfde bank zit. Patrick Bamford, Footballers. Xavi Simons, Player of the Month, Eredivisie. Team Rick, John Dagur Thorsteinsson. Zit ook op de bank. Samen met Mario González Gutierrez, ofwel Mario González. Allebei Team of the Week van OHL. Dan zit ook nog Gianfranco Zola. Base Icon. Dan hebben we Erik Cantona. Base Icon. Ook op de bank. Dan Dejan Kulusevski. Footballers. Zit ook op de bank. Samen met Luis Diaz. Footballers. Ook op de bank. Dan Alex Iwobi. Footbirthday. Zit ook op de bank. Samen met Risto Stoichkov. Mid Icon. Gary Lineker, World Cup Icon, zit ik op de bank. En Jack Grealish, Football, zit ik op de bank. En wat hebben we nog in de club steken? We hebben nog heel wat wildcards in de club steken, denk ik. Waar moet ik starten? We hebben Benzema nog in de club zitten. We hebben De Bruyne nog in de club zitten. We hebben 90 rated. Eerst nog in de club zitten. We hebben Kanté, Son, Neymar, Kane, Lafont, Mason Mount, Guendouzi, Brandt, Onana, Fofana, Kudus, Modric, Pessina, De Gea, Kjaer, Madueke, Oxlade-Chamberlain, Parejo, Brozovic, Kvaratskhelia, Aubameyang, John Jordan, João Felix, Calhanoglu, Ezinho Kobel, Rovella, zo van die spelers.
Geloof dat ik nog speel voor Union of ja, Amani van Union Saint-Gilloise. Martin de Roon. Marco Cucurella. Kan die op centrum niet spelen? Nee. Leffing weg, Leffing. Camavinga, Fred, McTominay, De Lofeu. En dan hebben we nog allemaal. Ik weet niet of we special cards hebben. Waarschijnlijk niet. Mercier hebben we terug in de club. Maar wat gaan we nu doen? We gaan proberen het SBC te doen. Showdown gaan we niet doen. Andere decent SBC's natuurlijk gaan we niet doen. Fut 19 gaan we niet doen. 35 plus maal 5 gaan we niet doen. 80 plus triple upgrade gaan we wel doen. Rare players minimum 10. Dat is gewoon gold rare. Zeer. Low to high. Ospina. Matthijs Reis. Lucas Serizumo. Gaia. Rechtsback, heb ik niemand. Rechts wingback misschien wel. Safe shake. Akosta. Camavinga. Bentancur. Toko Kambi. Antonio. En Inaki Williams. Oké, wat we nu gaan doen is die pack openen. En dan zullen we wel zien wat we gaan krijgen. Deze video is weer op de computer opgenomen. Oké, wat krijgen we? We krijgen gewoon een rare Diveback. Grimaldo. Echt wel een Gaia, maar kan er nog altijd achter zitten. Hopla, een team of the week. Van Paris FC, Gila Fugie. Oeh, ja, lekker. Lekker. Hebben we nog een preview pack? Nee, we hebben Nick Pope nog altijd. Want daar komen we dan binnen een uur voor terug. We hebben nog iets aan objectives. Ja, we moeten nog één match spelen. Oké. We gaan de Stockholm kit even vrij spelen. Dan hebben we die objective ook gedaan. Deze kit gaan we ook even vrij spelen. Leagues minimum 3. Oké, Italië players. Heb ik geen Italiaan? Nee, maar wel Giroud. Heb ik geen Italiaan? Geen centerback, Italiaan. Nu wel een Harry Maguire. Centrumita met haar Italiaan. Rare players, exact die 11. Moet ik me nog rare hebben ook.
Een vinger. Eddie McGuire, ik mag gaan. Oké, okay, waar heb je dan Argentijn? Ah ja. Wauw, dat ik het nog niet door had. Hopla. Die heb ik ook voltooid, die kid. Nu die andere kid nog. Wat is die andere kid? Oh, wat zei je? Zo mijn kid. Heb je deze PC gemist of wel? Ja, ik zal deze PC wel gemist hebben. Dan zie ik hem een keer gemist. Ik heb de kids gewoon gemist. Dat maakt niet uit. Team Gullet. Nu ben ik eventjes wat ballen aan het zoeken. Nou, ik geef flight en nu het stadion. Welk stadion ga ik nemen? Dat kan dus niet anders als Etihad. Dus ja, nu ga ik spelen en ja, let's go. Oké, boys and girls. Dit is een uurtje later ongeveer en we hebben een preview pack en we gaan die nu open doen. En wat krijg je uit de preview pack? Echt dikke saus. 73 Hendricks. What the fuck, EA. What the fuck, EA.
How to fuck up a game, golly yay. What the fuck, G, echt, what the fuck. Echt, what the fuck, man. Echt, what the fuck, EA is echt zo kut als iets. Ah, ik moet nog 5 spelers kopen. Een grap 1, een grap 5 van $200. Wat ben ik hier aan het doen? Grap 5 van $200. Als er een daily SBC uitkomt, de team season hebben die ook. Hopla. Nu stap je dichter bij een rare megapack. Nu zit ik goed op weg voor Elite 3 te halen dit weekend. Ik heb nu 13.996 punten met nog 15 matchen te gaan, 15 potjes te gaan. Ik denk dat ik deze potje ook ga spelen nu en ja, let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdagochtend en we hebben alle tokens voor een 85 plus small team. Dus die gaan we ook inleveren. Oh my god. Hopelijk krijg ik een 50. Een Messi of zo van een Mbappé'tje. Oké, gold pack als eerste. Wauw. Net een gold pack. Dus ja. We hebben het gold pack hebben al. Oké. Nu in de Jumbo Premium Gold Player Spec. Let's go. Dan krijgen we een borden uit. Right back. Carvajal. 84 credit. Dat is een decent packje. Dan een Prime Electrum Player Spec. Krijgen we niks uit. Pavitzer. Ja. Prime Electrum Player Spec. Krijgen we niks uit. Bisuma. Nee, ik ben hier. Nee, Bisuma, maar ik hier. Oké, 81 plus 2 gold players. Zit ook niks in. Coates. Decent. En Merf also. Nu 85 plus 10. Dit pack is geopend. We krijgen een Europa Conference League Man of Match. Carlson. Maar wat zit erachter? Nee. Nee. Met Bertie Eiken Veron. Lekker. Wow, joh. Kunnen die opzetten? Met Bertie Eiken Veron. Lekker. What the fuck. Mijn eerste heeft Bertie Eiken gewoon gepakt. Met Bertie Eiken Veron. Zijn het tweede wel keer. Ik ga dit wel hier. What the fuck?
What the fuck? Put the birthday icon. Wanneer ik je pack dit jaar, lekker. Hey. Lekker, eerst eigenlijk je pack. Oké, boys and girls. Ik weet niet of jullie me hoort. Nee, jawel. Het is zaterdagochtend, 7:23 uur. En ja, we hebben sowieso al een dingen verkocht. Nu ga ik wegstellen. Ik kom op 9.915 coins. Maar we hebben dus het rare megapakket gekregen. Dus ja. Wat gaan we krijgen? Ik weet het niet, misschien een Trophy Titans. Dat de promo nou nu in pack zit. Laat ons openen. We krijgen een Team of the Week. Ik weet niet of het een Walkout Team of the Week is. Ja, het is Walkout Team of the Week Omlin. Lekker, altijd lekker. Muniain, Bouwman, Serri Redder, Corona, Lazari, Christensen, Kent, Openda. Dan heel wat contracten, Player Healing, Engine, Anchor, Shadow, Shadow, Manager League, MLS, Elche, Hertha Berlin, Miles Gray en dan Gonzalo Inacio. Kijk, die dubbel heb, alleen die tradable dubbel heb. Ja, ik heb gisteren nog een preview pack gedaan. Gisteravond, dus ja, let's go. Ik ga zien welke SBC eruit is. Gonzalo Guedes. Maar misschien dat we niet gaan upgraden, ik weet het niet. Roy Keane. Die kan ik nog doen. Dan 93 tegen het centrum met dus. Die ga ik in de loop van de dagen wel grinden. En Marky matchups. Ik ga ook doen naar mijn packs, naar mijn rewards morgen. Geen daily login niet meer. Nee, geen daily login niet meer. Dus ja. Ik ga nog eventjes met jullie naar mijn team kijken. Dit is mijn team geworden. Veron heeft al 47 goals gescoord op 4 matchen. Echt. Dus, Ederson, Emerson Royal, Vidic, Ferran, Joao Cancelo, Sambrotta, Gattuso, Barnes, Socrates, Veron, Cantona, Bamford, Simons, Torsenson, Bayo González, Zola, Crespo, Kulusevski, Diaz, Iwobi, Stoichkov, Lineker, en kaka. Dat is dus mijn team. Ik heb een 90 rating. Ik heb lang over gewerkt voor zo'n team te hebben. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 icons in mijn club. Dat ik allemaal niet kunnen doen zonder jullie steun, zonder jullie, ja, commitment eigenlijk voor deze. Dus, ja. En zonder jullie commitment voor deze kanaal had ik zeker geen icons gepakt dit jaar. Dus dat is heel, dat is bedankt aan jullie voor mijn icons zo'n beetje. En voor mij zo'n beetje te helpen aan icons. Dat is eigenlijk jullie commitment voor deze kanaal. Daarmee dat ik Icon Packs gedaan heb de afgelopen weken. Daarmee dat ik Vidic gecomplete heb, Barnes gecomplete heb, Gattuso gecomplete heb, Lineker gecomplete heb en Crespo gecomplete heb. En Zola ook een soort van gecomplete heb.
Dus dat kon niet allemaal zonder jullie steun voor dit kanaal. Bedankt. Oké, boys and girls. We hebben een 34 plus rare gold player pick. Van de Free Champions. En een player pick ook van de Free Champions. Terwijl ze die player pick doen. Matthijs de Ligt, lekker. Yes, Matthijs de Ligt, lekker. En nu de 34 plus gold pick. Wat gaat erin zitten? Hier walkout te zien. Center forward. Yo, Felix. 84 lekker. Lekker, nu ga ik verder doen aan de potjes FIFA. Oké, boys and girls, we hebben een 82 rated rare player. 82 plus rated rare player. Er zit geen walkout in, gewoon een 82. Left wingback, Chilwell. Oké, boys and girls, ik heb mijn Champions Playoffs beëindigd. Ik wil niet verder spelen. Maar ik toch geen tijd ging hebben voor Weekend League te spelen. Dus twee Jumbo Premium Gold Packs. Ja. In het ene Jumbo Premium Gold Pack zit niks. Het is gewoon Muriel. Guendouzi. Untradable. Nee, untradable. En een tweede Jumbo Premium Gold Pack. Zit. Ook weer een walkout. Keita. Nog een Keita. Tsubasalai. Diaz van Barcelona. SC. Aboubakar van Besiktas. Mijn table klavert, ja, de table lekker. Oké, boys and girls. Oké. Is de mic. Mic in de mic. Het is dus 5 uur. Oh wow, het is 5 uur. Ik heb vandaag een hele dag in de tuin gewerkt. Ik heb vandaag een hele dag gras doorgelekt. Dus ja, het is 5 uur. Dat betekent dat we de squad. Battle 3 waar zal van 10 uur de morgen hebben. Wij zijn Elite 3 geëindigd. Dat is wel goed dat we Elite 3 zijn geëindigd. Ja. Maar het team ziet er weer heel anders uit. Eerst gaan we het team eens bekijken. Ik ben terug geopteerd voor een 4-4-2 met Ederson op goal. Ederson Royal op rechtsback. Centerback zijn Biric en Varaan. Linksback is João Cancelo. Rechtsmidden zijn Brotta. Rechtscentrum is Roy Keane, Trophy Titans Icon. Dan linkscentrum is Juan Sebastian Verón, Fibirti Icon. Linkscentrum is Sean Barnes. In de spits, ik heb met werk met twee spitsen, Stoichkov en Cantona. Simons, Xavi Simons, Mario González, Luis Diaz, Crespo en Lafont. Zit op de bank. Ah nee. Hier. Simons, Mario González en Luis Diaz zitten op de zelfbank. Crespo. Lafon, Gattuso. Iwobi. Socrates. Lineker. Kaká. En Kaká zitten op de bank. En ja. Nu gaan we dus door naar de packs. Ik heb 3 packs in de store staan. We gaan eerst door naar het Prime Players Pack. En daar krijgen we uit. Niks heel goed. En ja, Lopez. 82 credit. Niks dubbel. Eigenlijk voor zo Elite 3 te halen heb ik echt geen goede packs gekregen. Dus ja. Tijdelijk een Players Pack nummer 1. Krijgen we ook geen walkout of geen borden uit. Wat een kutpack, Morales, 80 credit.
EA. Geef deze man voor zijn. Ja, toch voor zijn. Goede squad battles. Geef hij dan toch iets goed. Ik zou een flashback nummer 2. En dan krijg ik een trofee tijd het Icon uit. What the fuck? Close! Die moet ik doorsturen. Die moet ik doorsturen naar Shen. What the fuck, mijn tweede Icon. Ik heb het vrijdag. Goed beurt de Icon weer rond. En nu pak ik een trofee Icon. What the fuck? Bro, I think I'm the packing. I just packed Trophy Titans Icon close. Gewoon uit mijn rewards van squad battles. Who's the packing now, bro? Who's the packing now? Why, yo? Wat de fuck, mijn tweede eiking gewoon. Uit een gewone pack. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Hoeveel zijn jij waard, Klozen? Hoeveel zijn jij waard? Hoeveel zijn jij waard? Hoeveel zijn jij waard, Klozen? Ik ben wel het meeste blijft. Hier is afgelopen, 93, 96k. What the fuck? What the fuck? Ik weet de titel al. What the fuck, Klozen? What the fuck, Miroslav Klozen gewoon, jongen. What the fuck? Shit, man. Shit! Shit! Echt, what the fuck? De video kan niet beter eindigen. What the fuck? Lekker, boys! Pekluk is op mijn account. Lekker, boys! What the fuck, boys? Oh, what the fuck, boys? What the fuck, boys? What the fuck? Oh, what the fuck, boys? Echt waar. Oh, manneke. Fucking close. Ja, sorry, Kanton, je wordt gewoon. What the fuck, boys? What the fuck? What the fuck, boys? Echt, what the fuck? What the fuck, boys? Echt. Tradable. Miroslav Klose, mijn eerste Trophy Titans Iconic Pack. What the fuck, boys? Echt. What the fuck? Oh my god. Hoe kan het ook anders? Deze boy heeft zitten pack like mee. Echt, what the fuck? En ja, boys en girls, we zijn dus aangekomen bij het einde van de video. Dus ook. Oh, zondag dus, ja. Wat een packs hebben we vandaag nog gehad. Twee keer in deze video. Een icon gepakt uit een gewone pack eigenlijk. Like, what the fuck. Like, ik heb zo'n goede packs gehad dit jaar. Allee, dit jaar, deze week bedoel ik. Wauw. Dit jaar heb ik ook een goede packs gehad. I'm calling with my best friend, my brother. You know. En ik heb heel wat goede packs gehad dit jaar, maar deze week, die waren cracked, jongen. Ze waren echt cracked deze week. Like, what the fuck. Mind was blown away. Dus, ja, echt twee icons gepakt deze week. Gewoon uit gewone regular packs. Like, shit, man. Waar is de wereld aan toe gegaan? Oh, maar mijn account was zo cracked. What the fuck? Maar ja. Deze was eigenlijk zo'n beetje de video. En ja. Het was eigenlijk wel leuk om twee icons te pakken uit mijn packs. Van mijn
eerst gewoon van mijn swaps en dan van mijn squad build stewards. Like, oh my god. Maar deze was zo'n beetje de video. Bedankt voor het kijken. Bye bye!